Hallo, dit is een vierde filmpje over elektrische en magnetische velden voor ateneum bovenbouw natuurkunde. Het gaat over de Lorentzkracht. Even, de Lorentzkracht bepaal je met de linkerhandregel. En dan werkt het als het volgt. De wijsvinger volgt de richting van de stroom. De wijsvinger volgt de richting van het magnetisch veld. En dan geeft de duim de richting van de Lorentzkracht. Nog een keer, de middelvinger volgt de richting van de stroomsterkte. De wijsvinger volgt de richting van de magnetische veld. En de duim volgt dan de richting van de Lorentzkracht. Die zijn alle drie loodrecht op elkaar. Nou goed, bij 16 moet je met de boven- en linkerhandregel de Lorentzkracht dus bepalen in vier situaties. Nou, ja, kijk hier. Hier komt de stroomsterkte van boven naar beneden. Dus mijn wijsvinger wijst in die richting. Het magnetische veld gaat van links naar rechts. Dus mijn wijsvinger wijst van links naar rechts, middelvinger dus van onder naar boven. Dan staat mijn duim van onder naar boven. Dat betekent dus dat de Lorentzkracht uit het papier naar je toe komt. Dat kun je zien aan dit rondje. Oké, dan gaan we naar B. Daar zie ik de stroomsterkte, die gaat het papier in. Dus met mijn middelvinger ga ik het papier in. Het magnetisch veld gaat van rechts naar links. Dus mijn wijsvinger wijst van rechts naar links. Dan wijst mijn duim van hier naar daar, zoals je hier kan dus zien. Hè? Dus zeg maar, op een papier van onder naar boven. Oké. Dan de derde situatie. Ik heb de Lorentzkracht, die komt het papier uit, zo schuin. Dus die komt naar mij toe dan. Ik zie de magnetisch veld, die loopt van noord naar zuid. Dus dan volgt, dat even kijken, dan moet ik even denken, dat is altijd met de wijsvinger, wat even denken. Dan gaat mijn middelvinger gaat dus van rechts naar links wijzen. Dus de stroomsterkte komt van rechts naar links. Nou, hier zie je dat ook. Oké, dan de derde. Even kijken, de Lorentzkracht die volg ik dus met mijn duim. De bewegingsrichting van het deeltje is van hier naar daar, is het een positief deeltje of is het een negatief deeltje? Het is een negatief deeltje, oké, maar de stroomsterkte is altijd een positief deeltje, dus dat is de andere kant. Dus de richting van de stroom is dus niet die kant op, maar die kant op. Omdat dit een negatief deeltje is en een positief deeltje zou dus de andere kant op gaan. Dus ik ga met mijn middelvinger dus die kant op staan, zo. Maar, en ik had mijn duim in die richting, dan is mijn middelvinger, dus de Lorentzkracht in, die gaat van onder naar boven. Zoals je hier ook kan zien. En ondertussen heb ik een kramp in mijn vingers, zien jullie misschien ook. Dat is ook altijd leuk op tentamen, zie je leerlingen ook altijd met draaien met die vingers. En sommigen krijgen op een gegeven moment zelfs kramp. Dat is één tentamen waarbij dat gebeurt. Goed, 17. Een elektron komt met een snelheid van 2,3 meter. 10 tot de 7e meter per seconde is dat misschien. Ik kan het niet zo goed lezen. Het is een beetje klein. Ik zoek het even in het boek op waar het origineel vandaan komt. Eens even kijken. Som 17, wat is de snelheid? 2,3 maal 7 tot de 7e meter per seconde. Oké. In een homogeen magnetisch veld binnen de magnetische inductie bedraagt 6,8 maal 10 tot de min 30 Tesla. Bepaal de richting van de Lorentzkracht. Oké. We moeten weer de linkerrandregel gaan bepalen natuurlijk. Het magnetisch veld gaat het papier in, dus mijn wijsvinger gaat het papier in, de stroomsterkte is weer een negatief deeltje, dat gaat naar beneden, dus een positief deeltje zou omhoog gaan, dus mijn middelvinger die gaat dan omhoog en ik hou mijn wijsvinger, die hou ik het papier in. Dan gaat mijn duim gaat van rechts naar links staan. Oké, dus even kijken wat hier staat. Met behulp van de linkerregel bepaal je de richting van de stroom. De stroomsterkte is tegenstaande richting van de snelheid, omdat het deeltje negatief is. Dus dit is inderdaad die kant op. Dus de Lorentzkracht is inderdaad naar links. Ja. Oké. Nou, bereken dan hoeveel maal de Lorentzkracht groter is dan de zwaartekracht op de elektron. De Lorentzkracht berekent natuurlijk met de formule voor de Lorentzkracht. Dat is deze, BQV. En de zwaartekracht breek je met de formule van zwaartekracht, dat is MLG. Dan krijg je twee antwoorden. Pardon. En die deel je op elkaar en dan vind je de verhouding. Nou, is maar de zwaartekracht, massa van een
elektron kun je opzoeken in de BINAS, tabel 7. Hier staat die 9, enzovoort met 10 tot de min 31ste. G is 9,81. Dus hij anders dat aangeven is niet zo. U vermenigvuldigt met elkaar, komt dan de zwaarte uit als deze waarde. 8,9 maal 10 tot de min 30ste newton. Oké, distrolingskracht B maal Q maal V. B is het magnetisch veld. 6,8 maal 10 tot de min 3 tesla was dat, stond in de opgave. De waarde van de lading van een elektron is 1,6 maal 10 tot de min 11 de coulomb, min 19 de coulomb, minus terwijl C is, zou een negatieve lading, maar goed, maakt die vrije niet zoveel uit. De snelheid is 2,3 maal 10 tot de 7e meter per seconde, dat stond ook in de opgave, dus stond daar. Die drie vermenigvuldigen met elkaar, dat gebeurt hier. En dan heb je dus de Lorentzkracht, die is 2,505 maal 10 tot de min 14e. Oké. Dan, nee, de Lorentzkracht is groter, dus zet je boven de streep. De zwaartekracht is kleiner, dus zet je onder de streep en deel je op elkaar. Dan vind je dat die met 2,8 maal 10 tot de 15e maal zo groot is. De Lorentzkracht als de zwaartekracht. Zo, dat is veel. De Lorentzkracht is veel sterker dan de zwaartekracht, dat is wel duidelijk. En 10 tot de 15e, dat is 1000 maal 1000 maal 1000 maal 1000 maal 1000 keer. Nou, de zwaartekracht is eigenlijk verwaarloosbaar, ten opzichte van de Lorentzkracht. Goed, gaan we naar opdracht 18. Het gaat over een luidspreker. En die bestaat onder andere uit een trechtervormige konus en een spoeltje en een permanente magneet. Dit is de konus, neem ik aan. Dit is de permanente magneet en dit is de spoel. Dit is een doorsnede ervan. Die je ziet vanaf de zijkant doorgesneden. Dit is dus de magneet. Die loopt dus in feite rond. Hè. Die loopt dus in feite zo. Achter deze, sorry, dit is, zeg ik nou goed. Ja, dat klopt. Dus dit is de noordpool van de magneet en dit is de zijpool van de magneet en die loopt rond. En hier loopt dan het spoeltje en je ziet dat hier gaat dus de elektriciteit, dus het, als het ware het papier in, zeg maar, of in dit geval het scherm in. Dan kun je aan het kruisje zien en hier komt de stroom als het ware het papier of het scherm uit. Dat kun je zien aan het rondje. Oké, de konus zit aan een spoeltje vast, dat is deze dus. En ze zijn samen beweegbaar. Dus dit kan trillen. Ja, het spoeltje, die draden en die konen zitten dan vast, die kunnen trillen. En dit zit natuurlijk vast. De magneet. Zowel de noordgedeelte als het zuidgedeelte. Oké, zodra een stroom door het spoeltje loopt, wordt er op het spoeltje een kracht uitgeoefend. Goed. Bepaal aan de hand van figuur 10-25 de Lorentzkracht. De richting van die kracht, sorry. De linkerhandregel in 10-52 van dat boek kun je de Lorentzkracht bepalen met behulp van het magnetisch veld van de Noordpool en van de Zuidpool. En de Lorentzkracht wijst dus naar rechts. Oké, even kijken. Oké, er staat er wel. Dus ik toch even zien laten. Eerst even naar deze kijken. Hier heb je de richting van het magnetisch veld loopt van noord naar zuid. Dat doe ik met mijn wijsvinger. Dus die loopt van onder naar boven, zeg maar. Hè. Dus van hier die kant op, zeg maar. De stroomsterkte komt het papier uit, dus mijn middelvinger die moet het scherm uitkomen als het ware. Zeg. Ja, er staat inderdaad, mijn duim staat dan inderdaad van mijn linkerkant, staat dan aan de linkerkant. Oké, even kijken wat het hier ook zo is. Ja, dat zal wel, want de noordpool, dan de zuidpool, dus de stroomsterkte, de magnetische veld dus loopt van boven naar beneden. Dus ik ga met mijn wijsvinger naar beneden staan. Even kijken, hier gaat de stroomsterkte het scherm dus in. Dus met mijn middelvinger ga ik het papier dan het scherm dan in. Dan, en als het dan mijn duim ook loopt echt op die allebei houdt, dan wijst mijn duim dus naar links. Dus ook hier aan de onderkant is inderdaad de Lorentzkracht naar links. Dat klopt dus. De konus is bevestigd aan de koker waaraan het spoeltje is gewikkeld. De konus volgt dus de beweging van het spoeltje. Hier is het mogelijk de konus in hoog tempo heen en weer te laten bewegen. Hoe bereik je dat de konus zo'n beweging uitvoert? Ja, de Lorentzkracht moet dus afwisselend van links naar rechts zijn. De magnetische kracht is steeds hetzelfde, want de noord- en zuidpool zitten vast. Dus het enige wat je kan doen is de stroomsterkte om laten wisselen. Dus nu komt hier het papier in en daar het papier uit, of het scherm. Als je dat omdraait, dan draait de Lorentzkracht natuurlijk ook om. En als dat dan weer omdraait, dan draait hij weer om. En als je dan de stroom zet weer omdraait, dan draait de Lorentzkracht ook weer om. Enzovoort, 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 enzovoort. Dus een wisselstroom toepassen. Het spoeltje heeft 40 wendingen, oké, en een diameter van 2,5 centimeter. De magnetische inductie bij het spoeltje bedraagt 0,35 tesla. Bereken dan de kracht die op het spoeltje wordt uitgeoefend als er door het spoeltje een stroom van 50 mA loopt. Oké. Nou, dat doe je met de formule voor de Lorentzkracht. Dat gebeurt natuurlijk hier. Dan moet je de lengte van de draad weten. Die weet je niet, maar je weet wel
dat de cirkelvorm is. Je weet de diameter van die cirkel en je weet ook hoeveel windingen er zijn. Ja. 40, nou, oké. Okay. Dus eerst gaan we maar eens even de lengte van de draad bepalen. Dat is de omtrek maal de, of de omtrek is de piameter maal, pi maal d is dat, hè? Dat doe je 40 keer, want er zijn 40 windingen. Dus, nou, er viel dus in 40 maal pi maal d. En d was 2,5 centimeter. Dan moet je natuurlijk meters van maken. Dus hier gebeurt, hier is het allemaal ingevuld. Hier wel, 40 windingen maal pi maal 2,5 centimeter. Of dat betekent bij een diepte van 2 meter. Dus de totale lengte 3,141 meter. Dus van de hele spoel. Oké, dat is deze L. De stroomsterkte weten we ook. Die is 15 milliampère, oftewel 15/10 tot de min derde ampère. Die voel je daarin. De magnetisch veld is 0,35 tesla, dat stond ook in de opgave, dus die voel je daarin. Dus nou, hier is het allemaal gedaan. En er komt uit 5,5/10 tot de tweede, min tweede, newt. Dat is dus de kracht op dat spoeltje, de Lorentzkracht. Oké, dan de volgende is opdracht nummer 19. Een positief geladen deeltje komt met een snelheid V een homogeen magnetisch veld binnen, waarbij de snelheid loodrecht op de veldlijnen staat. Het groene vlak in figuur 10.53 stelt een gedeelte van het magnetisch veld voor. De cirkelboog ABC stelt de baan voor die het deeltje loopt. We gaan kijken, oké, hier komt dat deeltje aan. Hier komt hij het magnetisch veld en hier gaat hij dus afbuigen. Onder invloed van de Lorentzkracht natuurlijk. Oké. Geef in figuur 10.53 aan met een pijl van 3 centimeter aan hoe de Lorentzkracht op het deeltje gericht is als hij zich in B bevindt. Nou, dit is een cirkelbaan. Oké, als je een cirkelbaan hebt, dan is de middelpuntzoekende kracht, in dit geval is dat de Lorentzkracht, altijd loodrecht gericht op de beweging van het voorwerp. Dus het voorwerp is hier, dan trek je een raaklijntje aan en daar moet de Lorentzkracht dan loodrecht op staan. Oké, vandaar dus dat hij zo loopt. Bepaalde richting van het magnetisch veld. Ja, dat gaan we natuurlijk weer met de Lorentzkracht doen. Oké, met de linkerhandregel doen. Oké, de Lorentzkracht die gaat van hier, zeg maar van rechtsonder naar linksboven in het papier. Dus mijn duim doe ik in dezelfde stand van mijn linkerhand. Het is een positief deeltje, dus ik weet dat de stroomsterkte die is inderdaad in dezelfde richting als de beweging van de beet. Dus dat is die kant. Dat doe ik met mijn middelvinger. Oké, dan. Linkerhand. De Lorentzkracht die gaat dus inderdaad van rechts onder naar links boven. Oké, dat doe ik met mijn duim. De stroomsterkte, het is een positief deeltje, dus die is die kant op. Dus dat doe ik met mijn wijsvinger. Dan wijst mijn middelvinger, doe ik met mijn middelvinger, sorry. En dan wijst mijn wijsvinger het scherm in, het papier in. En het magnetisch veld dus ook. Dus even kijken wat staat. Naar wil van de linkerregel bepaal je de richting van het magnetisch veld. De stroom loopt in de richting van het magnetisch snelle van het deeltje. Dus dat is die kant op. Dat doe je met je middelvinger. De Lorentzkracht is met je duim die kant op. Oké, de richting van het magnetisch veld is inderdaad het papier in met je wijsvinger. C. Leg uit waarom tijdens de beweging van het deeltje van A naar C de Lorentzkracht geen arbeid verricht. Oké, de kracht, een arbeid wordt altijd verricht door een kracht over een bepaalde afstand. Dat is allemaal in orde, want je hebt een kracht en een afstand. Maar wat meespeelt is de hoek tussen die twee. Vandaar dat de arbeidsformule is kracht maal afstand maal de cosinus tussen de hoek tussen die twee, tussen de kracht en de beweging, richting. Nou, is die hoek 90 graden. En als ik dan kracht en verplaatsing invul en ik formule dat met cosinus 90 graden, dan is dat 0. Cosinus 90 graden is 0. Dus het maakt niet uit wat F en S zijn. De arbeid is altijd 0. En dat is altijd zo, als een kracht loodrecht staat op de bewegingsrichting, dan wordt er geen arbeid geleverd. Dat hebben we al eerder gezien in hoofdstuk 8. Arbeid en energie. Als je het systematische natuurkunde gebruikt. Doordat de Lorentzkracht geen arbeid verricht, verandert de kinetische energie van een deeltje niet. Leg uit waarom het deeltje een eenparige cirkelbeweging uitvoert. Het is een eenparige cirkelbeweging omdat de kracht altijd loodrecht op de bewegingsrichting staat. En de grootte van de kracht is constant, want de grootte van het magnetisch veld is constant, de grootte van de lading is constant. En de snelheid van het deeltje is constant, dus de grootte van de kracht
is altijd hetzelfde. Dat is een middelpuntzoekende kracht. En als je een middelpuntzoekende kracht hebt op een bewegend deeltje met constante snelheid en die kracht is steeds even groot, dan moet je een cirkelbeweging krijgen. Voor de straal van de cirkelbaan die een geladen deeltje in een magnetisch veld doorloopt, geldt R is M of M BQ. Gedeelde BQ. Nee, je staat wat dat allemaal is, die ken je natuurlijk allemaal wel. Leg dat uit. Of leidt dat af, beter gezegd? Nou, dat komt omdat de middelpuntzoekende kracht is, geeft alleen maar richting aan. En dat is, die kun je berekenen met mv kwadraat. Die wordt veroorzaakt, die middelpuntzoekende kracht, in dit geval door de Lorentzkracht. En die kun je berekenen met bqv. En die zijn dus aan elkaar gelijk. Je staat mv kwadraat gedeeld door r is bq maal v. Zie ik aan de beide kanten zie ik v staan, dus die deel ik hier weg. Deze verdwijnt hier dan helemaal. Hier ook verdwijnt het kwadraatje. Dan hou ik mv gedeeld door r is bq over. Oké, dan vermenigvuldig je allebei de kanten met r, dus komt hier maal r bij en verdwijnt die hier. Dus dan krijg ik mv is bqr. Nou, dan deel ik nog even door bq aan beide kanten, dan verdwijnt die aan de rechterkant, hou ik alleen maar r over. En aan de linkerkant komt die er dan bij, aan de onderkant. Ja, dan ben je er. De Hans-methode is dat. Je wilt een helium 2 plus kern even sterk afbuiken als een proton. Leg uit of je daar een even sterke, een sterker of een zwakkere magnetische inductie voor moet hebben. Oké. Nou, als je een helium 2 plus kern even sterk afbuiken, moet de straal dus even groot zijn. De massa van een helium kern is 4 keer zo groot als de massa van een proton. Oké, dan moet dus de Lorentzkracht ook 4 keer zo groot worden. Nou, de lading van een helium 2 kern is 2 keer zo groot als de lading van een proton. Oké, de lading die bepaalt mee de Lorentzkracht. Dus omdat het 2 keer zo groot is, de lading wordt de Lorentzkracht dus 2 keer zo groot, maar het moet 4 keer zo groot worden. Dat kan alleen maar door de magnetische veldsterkte, hè, de inductie, ook 2 keer zo groot te laten worden. Hè, want de snelheid van de beide is hetzelfde. Ja, dus F maal BQV moet 4 keer zo groot worden. Omdat de massa 4 keer zo groot is, 2 keer wordt die groter door de grotere lading. En 2 keer moet dan worden gedaan door de grotere magnetische inductie. Oké. Deze laatste opgave is opgave 20. Dominique wil met behulp van de Lorentzkracht op de stroomleider de magnetische inductie van een homogeen magnetisch veld bepalen. Ze hangt daarvoor een rechthoekige spoel met 200 windingen in een krachtmeter. Ze zorgt ervoor dat het onderste gedeelte van de spoel zich in het homogeneetisch-magnetisch veld bevindt en de windingen van loodrecht op de veldlijn staan. Dus die verhoudt 1054. En hier hebben we dus het magnetisch veld. Hier hebben we inderdaad die onderste winding die in het magnetisch veld zit. De rest zit dat de bovenste in ieder geval niet. Hier zijn er dus geen 200 windingen getikt, maar een paar. Maar dat maakt het verder niet uit. Dat hangt aan een krachtmeter. Oké. Daar is natuurlijk een bepaalde zwaartekracht. Dus straks kan je natuurlijk een Lorentzkracht krijgen. En dan gaat die krachtmeter natuurlijk een andere waarde aanwijzen. Oké, het onderste horizontale gedeelte van een inwinding heeft een lengte van 7,5 cm. Vervolgens sluit zich de spoel in serie met een regelbare weerstand en met een stroommeter op een gelijkspanningsbron aan. Dus bij P en Q zit de gelijkspanningsbron natuurlijk. Oké, die stroommeter zie ik niet staan en die weerstand ook niet, maar die zijn er blijkbaar wel. Oké. Van haar meting maakt zij een diagram waarin de aanwijzing van de krachtmeter is uitgezet tegen de stroomsterkte. De grafiek blijkt een rechte lijn zijn, figuur 1055. Hier heb je de stroomsterkte in ampère en hier heb je de kracht van de, die de meter aanwijst in newton. Oké. Welk aansluitpunt van P of Q heeft Dominique met de pluspool van de spanningsbron verbonden? Ligt je antwoord toe? Eerst even kijken. Als ik de stroom aanzet, dan neemt de kracht toe. Dat betekent dus dat het lijkt zwaar te worden. Dan is de Lorentzkracht naar beneden gericht. Dus ik ga mijn duim naar beneden richten. Oké. Het magnetisch veld, dat doe ik met mijn wijsvinger. Die loopt van hier naar daar. Dus dat doe ik dan ook. En dan de stroomsterkte. Even kijken. Die moet even draaien. Die loopt dan inderdaad een beetje zo van links voor naar rechts achter. Ja, dus in deze richting, als ik die dan volg, kom ik bij P terecht. Oh, dan is hij bij Q weggegaan. Dus de stroom loopt van P naar Q. En staat hier met behulp van de linkerrechter, want hier de stroomsterkte in de onderkant van de spoel. De richting van het magnetische veld is van noord naar zuid. De aanwijzing van de krachtmeter neemt toe. Dus de richting van de Lorentzkracht is naar beneden. Als de linkerhand leeg loopt de stroom dus van P naar Q. Ja, P is dus de pluspool en Q is de minpool. Nou, helemaal goed. Leg uit waarom dat rechter van het diagram niet door de oorsprong gaat. Nou, de zwaartekracht trekt natuurlijk aan die spoel, die trekt hem naar beneden. Die hangt natuurlijk aan die veerhondser en die registreert dat natuurlijk. Dat is dus het gewicht van de spoel eigenlijk, deze.
En die wordt meer natuurlijk als de stroomsterkte doorloopt, want dan gaat de grondkracht ook naar beneden trekken. Dus dan gaat hij weer meer aangeven, die weerstandsmeter. Ja, oké. Okay. Toon aan dat de snelheid van de geraaklijn gelijk is aan N maal B maal L. N is het aantal windingen van de spoel. Oké, okay, dan gaan we naar de grafiek kijken. Dus kijk, dit is de kracht, dus dit is delta F. En dit is delta I. Dat is de stijlheid. Dan staat er ook delta F gedeeld door delta I. Oké, okay, de Lorentzkracht is F maal B maal I maal L. Oké, okay, hier staat niet F maar F gedeeld door I. Dus moet ik hier ook F gedeeld door I doen. Komt hier ook nog een keer F gedeeld door I bij. En natuurlijk moet ik vermenigvuldigen met het aantal windingen. Ja, omdat het niet één draad is, maar winning is maar meerdere. Oké, okay, dus hier moet ik delen door I. Hier moet ik ook delen door I. Nou, dat is hier dus gedaan. Oké, okay, dan vallen die twee I's eruit. En is het N maal B maal L is gelijk dus aan de stijlheid. Nou, dat klopt dus. Bepalen een magnetische inductie met behulp van de stijlheid van de grafiek. Oké, okay, nou dan moet ik dus eigenlijk gewoon de punten aflezen. Dit is 3.17. Even waar staat het? Ja, 3.17. En dan deze waarde moet ik ook aflezen. 2.83. Nou, dit is makkelijk. Dit is 0.50. En dit is 0.00. Dus dat is allemaal mooi. Oké, okay, dat stop ik hierin. Deel ik op elkaar natuurlijk wel even haakjes hier omzetten. Zowel boven als onder, zeker onder. 0.68. Wat is de eenheid? De eenheid van kracht is Newton. De eenheid van stroomsterkte is Newton. Gedeeld door ampère wordt het dan. Oké, okay, ben ik er dan? Nee, ik moest de magnetische inductie bepalen. Dus dat is B. Sterkte van het magnetisch veld. Oké, die stijlheid is dus gelijk aan M maal B maal L. De stijlheid heb ik uitgerekend, is 0,68. Dus 0,68 is gelijk aan M maal B maal L. Nou, ik wil even kijken welke weet ik. Ik weet N, dat is 200. En B weet ik niet. En L weet ik wel. Oké. Okay. Maar als die drie vermenigvuldigt, dan moet het 0,68 zijn. Hier gebeurt dat, zie je wel. N maal B maal L is 0,68. Oké, okay, wat is dan B? 0,68 gedeeld door 200. En ook nog eens een keer delen door 7,5 tot de min 2. Komt uit 5,5 tot de min 2 tesla.